Goedemorgen, het is maandagochtend. En wat is er mooier dan gewoon de week te beginnen met weer een leuk pand in de verkoop te nemen en te mogen gaan verkopen. Lijnbaanweg nummer 20. En het leuke van dit huis is dat het heel veel mogelijkheden heeft. Het is een hoekwoning met een garage. Maar je kan nog uitbouwen. Je kan de garage gaan gebruiken voor verschillende doeleinden. Daar kom ik zo meteen even op terug. Maar laten we even naar binnen lopen. Dan kunnen we in ieder geval een stukje alvast laten zien. Nou, je hebt een lekkere grote voortuin. Nou, ook daar kan je nog een erker aanzetten. Ook daar heb je gewoon lekker mogelijkheden. En ja, niet iedereen loopt voor je deur langs, dus dat is ook wel lekker. Nou, hier het entree. Het is wel een huis waar je gewoon nog lekker je eigen ding van kan maken. Maar die ruimte heeft het ook. En het is ook een lekker licht huis, veel raampartijen. Nou, hier komen we in de woonkamer. Ja, en hier, dit is natuurlijk fantastisch. Lage ramen, wat ik zei, grote raampartijen, dus het is heel licht. Nou, hier kan je ook uitbouwen. Je kan eventueel natuurlijk de keuken doorbreken. Dus eigenlijk kan je hier je fantasie compleet op loslaten. En is er natuurlijk echt een hartstikke leuk huis van te maken. Nou, ook echt een grote keuken, waar je natuurlijk ook heel veel dingen mee kan doen. En dingen mee kan verzinnen. En zeker als je hem inderdaad doorbreekt, ja, dan krijg je natuurlijk echt wel een fantastische ruimte. Nou, boven is het ook allemaal ruim opgezet. Er staat al een dakkapel op. Je mag nog een tweede dakkapel plaatsen. Dus ook dat is hartstikke leuk. En hier is natuurlijk, dit maakt het helemaal fantastisch, de garage. En als je hier naar buiten kijkt, naar de achtertuin, die staat in de breedte. Dus je kan hem inderdaad als kantoor gaan gebruiken. Maar wat natuurlijk ook leuk is om er een soort tuinhuis van te maken. Hier een pui in te zetten. En ook daar weer wat leuks mee te doen. Dus kortom, heel veel verschillende mogelijkheden. Zegt u nou van nou, ik ben handig. Of ik vind het gewoon leuk om van een huis mijn eigen ding te maken. Bel dan. Of stuur even een mail. Dan loop ik er graag met u doorheen en bespreek ik met u de mogelijkheden. Ik hoop u snel te zien.